Het programma loopt een beetje op zijn eind, Michiel Buitelaar. Dat is het interactive gedeelte. Zijn er vandaag nog dingen waar jij heen gaat die je leuk vindt? Ik ga... Ja, kijk, die programma's die lopen sowieso al een beetje elkaar over. Vroeger was dat volgens mij wat meer gesegmenteerd. Maar dat is nu tamelijk verwarrend. Maar ik ga vandaag eigenlijk bijna alleen maar films bekijken. En, mijn eigen scheduling is ook niet meer zo strak als die ooit was. Het loopt een beetje door elkaar heen. Wat bedoel je daarmee? Nou, het is wel eens zo geweest dat het echt heel afgekaderd 5 dagen puur interactive was. En dan daarna iets anders, de film en dan daarna muziek. Maar dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus dat is bij mij ook zo. Ik ben al een paar dagen, bezoek ik ook films, documentaires met name. Dus dan mis ik wel eens wat van het interactive spektakel. Dat is dan maar zo. Hoe vind je de inhoud van het programma dit jaar? Ja, overwegend goed. Ik bedoel eigenlijk vooral kwaliteit van de sessies. Nou, dat is altijd wisselend. Overigens denk ik alles bij elkaar meestal beter dan bij andere congressen die ik ken. Er zitten altijd miskleunen bij, kletskousen. Dit festival leidt, vind ik, aan een zekere vorm van modieusheid. Dus er zijn veel mensen die achter elkaar aanhollen met vrolijke labels. En daar dan heel hard over toeteren zonder al te veel inhoud. Dat komt voor. Maar, hè? Niet meteen naar mij kijken. Nee, zeker niet. Nee. Maar voel je aangesproken? Nou ja, het is natuurlijk een heel erg duidelijk thema wat tegen het irritante aan zit. Dat is naar het AI. En alles heet tegenwoordig AI. En Voor ons ben jij eigenlijk de verpersoonlijking van dat thema geworden. Ja, dat is... daar zitten ook wel wat nuances aan. Soms dan worden inderdaad met AI dingen gebouwd die ook veel, veel simpeler kunnen. En soms wordt er ook veel te veel vertrouwd op AI. Het is wel echt... qua hype cycle zitten we wel voor het nieuwe dal, zeg maar, waar we er even doorheen moeten. Ja, het hoogtepunt ook nog niet helemaal bereikt, geloof ik. Dat zou zomaar eens kunnen, ja. Ja. We gaan jou later nog even apart helemaal over AI spreken, want je hebt heel veel sessies erover gevolgd, een stuk of 20, denk ik. Ja, minstens, ja. Dus misschien vandaag even niet, want de vorige uitzendingen van ons gingen ook vaak over AI. Wat is jou verder opgevallen? Dan heb ik niet alleen over de inhoud, hoor, maar mag ook zijn, het festival is ook best veranderd. Ik zag ook andere thema's. Wat is jou nou bijgebleven? Ja, wat heel erg jammer was dat het zo ontzettend druk was inderdaad. Bij één stukje, alle ballen op AI. En daardoor was het daar in het begin echt niet door te komen. En wat mij verder is opgevallen. Nou ja, ik ben zelf iets minder, net als Michiel denk ik, iets minder streberig in het volgen van al die sessies geweest. Inderdaad, ook gewoon eens een keertje een film pakken in de middag, wat ongelooflijk leuk was, over David Lynch. We hebben een hele mooie film gezien en gisteren even eentje over Kim.com. Ja, ik zag je daar zitten. Wat was dat voor film? Wat vond je ervan? Dat vond ik, ja, dat was een geweldige film. Ik ken het verhaal niet zo heel goed van die man. Hij heeft natuurlijk die mega-upload heeft hij gedaan, maar waarom hij dat ooit is gestart. Dat is een verhaal wat ik helemaal niet kende. En dat was eigenlijk gewoon omdat hij filmpjes over zichzelf wilde delen. Dat was toch wel heel erg geestig. Ja. Het was een behoorlijk ijdel mannetje. Jij was er ook, Michiel Buitelaar. Ja. Leuke film, hè? Dat is erg goede documentaire. Ook echt voor mij ook een ander. Ik dacht namelijk dat ik iets wist van die man, maar dat viel wel mee. En wat aardig is aan die documentaire is dat je af en toe denkt het is een schurk. En af en toe ook denkt van het is een erg leuke, aardige, lieve man die ook nog het op zich neemt om een groot gevecht aan te gaan met het establishment. Dat gewoon liegt dat het barst. De Nieuw-Zeelandse regering heeft daar, zoals ik het gisteren zag, een vrij kwalijke rol in gespeeld. Die hebben zich als schoothond van de Amerikaanse inlichtingendienst laten gebruiken. Wat de Nederlandse inlichtingendiensten, zoals bekend, ook doen. Dus het was een heel duaal beeld. Maar een erg goede documentaire. Erg goed. Hey, nou, voor de veel thuisblijvers die weten misschien niet dat hier ook films gedraaid worden en dat er ook de muziek in volle omvang nu losbarst. Wat is de toegevoegde waarde van deze combinatie? Ja, er zijn mensen, denk ik, die dat allemaal wel leuk vinden, die de mix prettig vinden. En er zijn ook echt wel inhoudelijke crossovers. Ik heb zelf sessies bijgewoond over
de digitale toestand en toekomst van muziek, van de muziekbusiness. Maar er zijn bijvoorbeeld ook erg veel documentaires over wat je zou kunnen noemen interactieve digitale onderwerpen. Heel veel, zoals Kim.com. En ook documentaires weer over digitale verspreiding van films en alles. Dus er zijn inhoudelijk behoorlijk veel raakvlakken. Erwin, 5 dagen interactive achter de rug. Wat blijft jou daarvan bij? Het begon ermee dat ik dacht, ja, het wordt nu toch te druk. Weet je, als je echt lang in de rij moet gaan staan voor panels, ik weet het niet. Maar het eindigde er eigenlijk mee, wat mij betreft. Ik dacht, van, ik was gisteren een fantastische dag, vond ik. Dat je denkt van, ja, maar als je maar 1 panel op een dag hebt waar je ja, wat van opsteekt, of waar je even denkt van, wow, dit is een goed verhaal, dan is het eigenlijk alweer de moeite waard geweest. Gisteren gold dat wat mij betreft voor een panel over geautomatiseerde nieuwsjournalistiek. En daar zijn ongetwijfeld mensen bij gruwelen. Maar het leuke van dat panel was juist dat je dacht van nee, weet je, kijk, er zijn heel veel plekken waar er geen tijd en energie is, geen mankracht is om berichten over te maken. En als nu techniek ons kan helpen om dat wel te doen. Of er zijn heel veel sporten waar je... Geef daar dan eens voorbeelden van. De voorbeelden die er zijn, kijk, waar ze in eerste instantie naar zijn gaan kijken, was de Washington Post was er en de New York Times was er en er was een bedrijf wat erin gespecialiseerd is. Die zeiden natuurlijk van, kijk, heel veel berichten, dat kan schijnen over sport of het kan gaan over beurs of het kan alles waar data een rol in speelt, daar zitten eigenlijk vrij veel standaard zinnen in. Dus met die zinnen kun je eigenlijk veel meer berichten maken die bijvoorbeeld op jouw interesse zijn, zijn afgestemd, waar die verhalen nu niet geschreven worden. Of je kunt zeggen, als we nu eens kijken als journalistieke organisatie, welke verhalen geautomatiseerd gemaakt kunnen worden, maken we die mensen, die journalisten, vrij voor het werk waar ze beter in zijn. Dus kunnen we specialere verhalen daarnaast maken. En dat vond ik zelf zeer interessant om eens te kijken van, ja, maar welk, wat kan je daar... Maar jij bent ook journalist en je vond het ook eigenlijk vroeger denk ik wel een gruwel, dat idee. Ja. En maar er is toch iets bij je veranderd dan? Er is absoluut iets bij me veranderd. Want door dit panel ben ik een klein beetje gaan denken. En ik ben daar nog niet echt uit hoor. Maar ik vind het leuk om op een andere manier naar de wereld te kijken. Is welke verhalen die nu niet gepubliceerd worden of niet meer gepubliceerd worden, zou je nu op zo'n manier wel kunnen maken? Ik zelf probeer een beetje na te denken. Wat zou je nu met lokale berichtgeving kunnen doen? Want de lokale journalistiek die is bijna uitgestorven, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn nog steeds heel veel verhalen, of er is heel veel data waar verhalen in zitten die de moeite waard zijn voor de burgers. Wat kun je daarmee? Even een afsluitend rondje. Michiel Bergen, dan kom ik bij jou natuurlijk toch bij AI uit. Dat is onvermijdelijk. Ja. Maar je mag het eigenlijk ook wel zelf weten. Concluderend, dit jaar. Wat komt er in je op? De grote doorbraak van AI. Het is de techniek die is nu zo ver en zo goed dat je bij het ontwerpen van heel veel nieuwe dingen en het nadenken over dingen gewoon kan gaan hebben over AI first. Je gaat eerst nadenken van als je auto zelf kan gaan rijden, dan ga ik hem toch anders ontwerpen als ik dingen die ook intern in je bedrijf zijn of die met de klant te maken hebben. Wat valt er te automatiseren? En ga ik daar over nadenken? Hoe kan ik dat AI nemen? Mensen erbij. Daar beginnen met je gedachten. En je ziet daar zelf een grote toekomst. Want ik heb uit de grapevine vernomen dat je ook daarin weer wat gaat ondernemen de komende tijd in de AI. Stay tuned, ja. Ja, klopt. Ja. Ik ga inderdaad wel wat doen weer. Spannend. Erwin, concluderend, afsluitend. Weer een editie South by Southwest, jouw 10e. Mijn 10e, ja. Ben hier volgend jaar gewoon weer van de partij, hoor. En we hadden in het begin ook een beetje pech, was een beetje koud. Nu komt het lekkere weer bij. En ik word altijd heel vrolijk zelf als muziekliefhebber als muziek weer van start gaat. Dat je in elke straat, dat je ergens weer in een kroeg kan binnenlopen en denkt van, wow, wat is dit een goede Japanse punkband. Ik zal daarna nooit meer van horen, maar dat effect blijft ook super. Ja, dat gaan we ook meemaken. Michiel Buitelaar, terugkijkend op deze 5 dagen. Ja, het is nog niet voorbij, wat mij betreft. Maar het is, ik denk net als vorige keer, het is wel inspirerend. Dat is een beetje een platgetreden term, maar dat is het wel.
Ik zet mij op allerlei manieren aan denken. Ook trouwens, bij dat denken zit ook serieuze irritatie over sommige dingen. Maar dat is ook goed, dat is prima. Noem maar iets één. Nou, over AI of over bots. Ik bedoel, wat ik daarnet denk ik ook al aanstipte. Er zijn wel een hele hoop mensen die met zo'n term dan gaan rennen. Maar soms nauwelijks lijken te weten waar het over gaat. Of ook geen moeite doen om het een beetje uit te spitten. Dat irriteert mij. AI lost alles op. We hebben gisteren hier aan de ontbijttafel ook... Je hebt een lijstje zitten maken over AI in relaties. En AI in therapie. En AI in voedsel. Ik bedoel, dat plakken van labels op dingen, dat wekt mijn grote irritatie op. Aan de andere kant, het betekent wel dat mensen ermee bezig zijn. En dat het waarschijnlijk de mainstream ingaat. Het is ook, dit festival heeft ook elementen van marketing. Maar goed, die irritatie, dat loopt allemaal wel los. Het betekent wel wat dat er zoveel mensen mee bezig zijn. En dat het een breed geaccepteerd ding wordt. En dat er waarschijnlijk een deel van die mensen het gaat begrijpen en er wat mee gaat doen. Nou, dat is op zich ook de moeite waard en leuk. Vorig jaar was het VR hier, overal. Dat was helemaal verdwenen dit jaar. Dat is verdwenen. Het Internet of Things, dat is ook opgeslokt door een zwart gat. Nou, dat is flauw. Maar ik bedoel, natuurlijk, die dingen bestaan wel. Maar is het blijkbaar ruimschoots over de hype cycle heen. Dat betekent niet dat het weg is. Dat betekent helemaal niet dat het weg is. Maar de manier waarop dit hier werkt, betekent wel dat het even uit het brandpunt van de interesse is. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Volgend jaar weer? Ja. Ja. Geen twijfel. Nee. Ik steek er wat van op. Jij? Ja, zeker weten, ja. Het is leuk en het is heel erg interessant. Dus ja, graag. Nou jongens, stoppen we ermee. Ben jij er ook bij volgend jaar? Dat is de vraag. Ja, natuurlijk.